moet schrijven. Ik moet schrijven. Anders is het te ongerijmd, te ongecontroleerd, te chaotisch. Te angstig. In mijn boek, Godin Held, wilde ik dat het schilderij aan alle kanten dierbaarheid uitstraalde. Mijn moeder en kind zijn zeer innig, intiem bij elkaar. Naar de persoon die daar buiten staat, buiten het schilderij, die bereikt dat niet. Die komt daar niet bij. Als vader van een dochter, lid van een eenheid van drie, heb ik toch iemand gecreëerd die als derde persoon daar buiten staat. En het enige wat er rest is het aanraken van een beeld van buitenkant. Dat taboe, het aanraken van een schilderij, is ook een uiting van machteloosheid. Ik schrok er ook van. Ik begreep opeens beter waarom die scène in mijn boek zit en hoeveel machteloosheid in die handeling schuilt. Het leven is heel onbarmhartig en onrechtvaardig. Vaak als ik schrijf en mijn personages lopen hun pad uit, dan voelt het alsof ik geen keus heb. Ik kan alleen maar hun laatste stappen volgen, richting de dood. Kunst draait heel sterk om het bezweren van de dood. Als schrijver ben je een soort handelaar in de dood. Soms moet je in de duisternis turen. Soms moet je daar iets uitgrijpen. Maar ik kan het soms een boek volhouden, maar daarna ook niet meer. Trinclos, verrouillé. Entassement des déportés à 100 par wagon. Ni jour ni nuit, la faim, la soif, l'asphyxie, la folie. Un message tombe. Ik heb een obsessie met goed en slecht, met zwart en wit, met licht en donker. En als je daarnaar zoekt, dan kom je bij oorlogen terecht. Je komt terecht bij zeer basale menselijke zaken. Ik ben in de war over licht en donker, zwart-wit, goed en fout. Mijn vader was een Duitser. Dat maakt mijn vader half Duits. Het maakt mij kwart Duits. Mijn moeder is een Indonesische vrouw. Dat maakt mij Indisch. Ik had gehoopt dat die verscheurdheid niet van belang zou zijn in mijn werk. Maar natuurlijk speelde het een rol. Ik heb moeite met thuiskomen. Er is geen natuurlijke plek voor mij. Ik heb nooit ergens kunnen aansluiten. Telkens waar ik ook ben, wat ik voor mezelf ook beoog, ik moet mezelf een plek verwerven. Ik sta los.
vader-zoon verhalen. Ik zal er waarschijnlijk een heel schrijversleven lang mee bezig zijn. Dat is een van de dingen waar ik naar op zoek ben. Wat was het nou, vaders en zonen? Wat zijn de resten? Wat is de invloed? Ben ik vrij of heb ik nog de stemmen van voorvader in mijn hoofd? Stuurt mijn vader mij nog? Stuurt hij me nog? Straft hij me nog? En ik schrijf, dat is mijn manier om betekenis te vinden, om mijzelf te vormen. Dus mijn vader zal keer op keer terugkeren in mijn verhalen. Hiroshima, rien. J'ai tout vu, tout. Dover geeft iedereen zichzelf een naam of laat zich een naam geven. Daar begint het. Ik begon echt heel rustig na te denken. Wat is het nou als je je huis verlaat, zo, vanuit een noodsituatie. Je moet ergens heen en je komt ergens terecht, een plek die je niet kent. Echt een hele vreemde, andere plek. En daar ben je dan, in je eentje. Nu ik het er zo over heb, nu ik mezelf erover hoor praten, denk ik, het is een state of mind waar ik ooit in zat en wellicht nog steeds in zit. Wat doe je als je ergens bent en je bent alleen en je hebt geen natuurlijk kader waarbinnen je jezelf kunt zijn? Wat is je naam? En wat voor mens past daarbij? De opening van Hiroshima, Mon Amour. Dat een film die zo expliciet begint met lichaamsdelen, huid op huid. Alles raakt zich aan. En op een gegeven moment begon ik in de war over liefde en in de war over mezelf. Oorlog te verbinden met liefde, met relaties. Met het idee dat niemand vrij uitgaat en niemand onbesmeurd tevoorschijn komt.
met Godin Held wilde ik een boek schrijven over een man en een vrouw. En de gebeurtenis die keer op keer tussen hen plaatsvindt. Ik kwam automatisch bij de dood uit. En ik wist dat ik daar mijn boek mee zou beginnen. Het voelde heel natuurlijk. Het klopte. Ik heb geprobeerd om intimiteit te ontleden. Ik heb geprobeerd om de intimiteit die tussen twee mensen kan ontstaan bloot te leggen. En dat vereiste dat ik heel minutieus was in mijn beschrijvingen. Want alleen zo, via de dood, kon ik op zoek gaan naar de betekenis van een liefde. Ik heb altijd moeite met ideeën over werkelijkheid. Hoe wij dingen beschouwen, waarderen, kleuren. Het gebeurt allemaal in onze verbeelding. We maken een ruimte. We maken ook de ander. Als we iemand zien op straat, hebben we meteen onze werkelijkheid gemaakt. En dat doet de verbeelding met alles. Met een mens, met een plek, zelfs over de eigen geschiedenis. De verbeelding komt eerst en de werkelijkheid hobbelt daar mank en ongemakkelijk achteraan.